Ja, 3 juni 2020. We zijn weer open. Na 2,5 maand gedwongen gesloten te zijn geweest. In verband met het corona gebeuren. Eindelijk weer open. Gisteren met al onze vrijwilligers ook weer na 2,5 maand weer even live bij elkaar geweest. Het was informatief, maar zeker ook heel emotioneel. Niet iedereen is ongeschonden de periode doorgekomen. En het was fijn om even met elkaar bij te praten. Op gepaste afstand natuurlijk. Vandaag weer open. We hebben het gebouw zoveel mogelijk coronaproof gemaakt. Met een looproute erin. Bij de toiletten wat maatregelen genomen. Dat daar geen samenscholing plaatsvindt. We hebben ook allerlei apparatuur besteld. Desinfecteerapparaten. Maar die zijn nog niet binnen. Dus het is nog even met het handpompje werken. Maar ook op dat gebied hopen we de zaak een beetje veilig te maken. De maand juni hebben we geen activiteiten op onze trouwpartij na. En vanaf juli willen we weer voorzichtig beginnen met opstarten ook van groepsactiviteiten. We hadden vandaag met de opening de vlag natuurlijk weer in top willen hangen. We hebben voor ruim drie maanden terug is onze vlag uitgestolen. We hebben een nieuwe vlag gekregen, die is gesponsord door iemand en die zou vandaag uitgaan, die vlag. En bij controle afgelopen week op het dak bleek dat ook later nog weer bezoek is geweest op het dak. En ook de touwen kapot gesneden zijn en vernielingen aan de mast zijn gepleegd. Dus we moeten op dat gebied, gaat het iets langer duren voor de vlag uit kan. Dan moet eerst wat nieuw touw gekocht worden en alles moet weer hersteld worden. We hebben tot half juni de expositie de olieverf in Almelo. En vanaf half juni wordt die opgeruimd en beginnen met opbouwen van de nieuwe expositie Trouwen in Almelo. De expositie wordt de 27 juni geopend. Dat is een dag na de trouwpartij die hier gaat plaatsvinden in het Huis van Katoen en Nu. Aansluitend dus de expositie de hele zomer door met gepaste activiteiten daarbij.